Goedemiddag, meneer Mulder. Goedemiddag. Ja, hier met Perry van TV Enschede. Ja, de ijsbaan wordt dadelijk geopend. Ja. Een echte baan om de kerk. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, er was hier al elk jaar natuurlijk een ijsbaan. Maar zo'n vierkant ijsbaantje waar je... Goed, dan zag je iedereen wel op dat vierkantje rondjes rijden. Maar je kunt nu echt om de kerk heen. Dus dat is wel... Het is wel een smal rondje om de kerk. Dus hij is denk ik een meter breed of anderhalve meter. Dus 2 meter. Dus als je voor degene die een erg brede slag hebben, die moeten uitkijken dat ze niet met hun punt van de schaats achter het ijzeren spijltje blijven hangen. Maar goed, een goede valpartij is misschien ook wel aantrekkelijk voor het publiek wat hier dan rondloopt. Dus, ja, nee, maar het feit dat ze dat allemaal organiseren hier, dat is gewoon hartstikke goed. En het geeft een leuk, gezellig plaatje. In de binnenstad hier. Dus gewoon een goed initiatief. En van welke ijsclub ben jij? Ik ben van Shutter Team Go. Ga jij straks de opening verrichten? Ja, ik moest een rondje schaatsen hier om de ijsbaan. Dat is mij gevraagd. En shorttracken, dat zijn meer korte rondjes? Ja, dat is op de shorttrackbaan, op de ijshockeybaan. En dan rij je rondjes van 111 meter. Ik weet het niet, maar Enschede, ja, als we vast laten rijden. Het is natuurlijk een primeur, hè, om de kerk heen rijden. Dus jij gaat je uiterste best doen? Ja, ik ga mijn uiterste best doen. Ik heb straks een wereldrecord om de kerk. Scherp, ik zeer bedankt voor jouw fantastische sport.